Nou, vroeger was er in Deventer een praktijkopleiding, die is gestopt. De Valente Academie is al begonnen door wat telefoontjes van mij naar de personeelsafdeling. Van dat mij het niveau van de leerling wel tegenviel. Toen ben ik later teruggebeld van, zou dat in jouw straatje passen om de jongens op te leiden? Nou, die kans heb ik toen met twee handen aangepakt. School maakt wel het verschil door je niet alleen op het vakgebied te concentreren, maar ook op persoonlijk gebied is het heel aangenaam met Paul te werken. En hij heeft ook echt interesse in je persoonlijke interesses. Ik heb een ongeluk gehad en toen kwam ik een beetje in de knel met mijn opleiding. Toen heeft Paul er toch alles aan gedaan om mij dat jaar nog te kunnen laten slagen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Als ik nu kijk, ik doe dit nu 10 jaar. We hebben in 10 jaar is er nog nooit iemand gezakt voor een jaar of dat hij een jaar over moet doen. Doordat iemand zo passievol over het vak praat, krijg je er zelf ook meer zin in om eraan te beginnen en het zo goed mogelijk af te ronden. Doordat ik vaak werd gevraagd op scholen voor, kun jij nou de praktijkdocent zijn die het examen afneemt, kwam ik er ook achter dat er gewoon best wel veel oudere lesmaterialen op school zijn. Daar heb ik proberen wat aan te doen. Ik heb contact gezocht met alle grote leveranciers in Nederland. Die hebben mijn verhaal opgepakt en nu doe ik sinds 4 jaar krijg ik van alle grote leveranciers gratis en voor niks alle materialen gesponsord die ik hebben wil. Ik vraag een docent op school, wat zijn nou jouw behoeften om hier goed les te geven? Dan komt het materiaal hier bij Valente binnen. Dan zorg ik dat ik met mijn leerling heel mooi lesmateriaal kan bouwen. En dat gaat per rollatie, per 6, 7 weken, roleert dat langs diverse scholen. En ik ben met eentje begonnen en ik heb er inmiddels 8. En ja, als een docent dit materiaal krijgt, en denk van, wow, dat is aardig pittig. Dan ga ik zelf als gastdocent een aantal keren bij diverse scholen voor de klas staan. Hij heeft overal stand van, hij wil je overal mee helpen. Hij staat altijd voor je klaar. Ja, kijkt er wel echt naartoe om uiteindelijk natuurlijk zelf praktijkbegeleider te worden. En dat net zo goed te kunnen doen als Paul. Nou, ik hoop dat net als nu, als we met de barbecue die we hier binnen Valente hebben, dat nog steeds jongens die bij mij in opleiding gelden, die er met een biertje of een colaatje aankomen, dan weet je gewoon dat het eerlijk bedoeld is. Van kijk, top, bedankt voor die opleiding. Dat raakt me het meest. Ja, dat zijn maar hele kleine dingen, maar daar haal je zoveel energie uit.